Goedemorgen. Zijn jullie allemaal wakker? Jean-Louis Fournier. Hallo. Goedemorgen ook. Wakker. Ah, je hebt zelf een microfoontje. Ja. Jean-Louis, hoe is het? Goed. En vertel eens wat over die gitaar die je op schoot hebt. Nou, het is de Charvel Pro Mode. De twee keer humbuckers van Charvel. Het is een USA made gitaar. Else body, maple, hals. 22 fret, Floyd Rose, double locking en een rockgitaar. Maar je kunt heel veel meedoen, dan heb je natuurlijk een switch voor single coil. Dus dan heb je veel meer mogelijkheden qua geluid. Kun je wat laten horen wat, ja, natuurlijk, wat zo'n single coil schakeling doet? Hier heb ik bijvoorbeeld een heavy distortion geluid met redelijk veel gain. Dus je kunt... Ga ik mijn single coil, je zult wel wat minder. Het geluid veel kleiner is. Wat een Fender aan. Juist, ja, 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 ja. En je kunt het ook horen als ik mijn clean geluid dat inschakelen. Dan hoor je veel meer verschil hè, op een halspositie. Humbucker geluid. Maar... Dan krijgen we weer wat je kunt een chicken mee spelen. Zeer veelzijdige gitaar dus. Juist, juist, juist. En dan hebben we het mooiste van deze gitaar eigenlijk nog niet verteld. Want we gaan hem weggeven. Het is een giveaway. Het is een giveaway. Jammer genoeg, omdat ik spel een tijd mee. Ja, kun je hem nog missen? Ja. Ah, je hebt er genoeg. Ja. Maar je hoort het wel echt het verschil hè? Als je kijkt bijvoorbeeld op een elementpositie. Gaat door die Seymour Duncan pickups. En hier dunner. Wat geluidjes erbij. Deze gitaar kan voor jou zijn als je in de livestream bent. Yes. Ik ga wat geluidje laten horen van de wat distortion geluid met single coil. Het klinkt best wel Fender achter, inderdaad wel een Stratocaster. Voor het verschil heb je veel veel volume weer. Single coil, heel veel verschil. Meespelen, clean geluid. Ja, dat is een beetje de Charvel giveaway vandaag. Met een mooie flame top. Daar gaat hij straks mee. Nou, daar gaat iemand heel gelukkig mee worden. Ik denk het ook wel, ja. En jij gaat er een traan om laten, geloof ik.
Nou, ik ga hem missen, ja, zeker. We kunnen al misschien meer... Zullen we eens even een andere Chavel laten horen? Ja, ja, we gaan even kijken. Dan ga ik even... Dat zo doen. Dit is de DK24, Dinky 24. En Jean-Louis kon er niet op wachten dat ik hem zou leveren. Dus die is gewoon naar een winkel gerend en heeft hem gekocht. Ja, als een kindje. Maar ik kon niet wachten, inderdaad. Alleen maar de kleur had ik zoiets van, dan moet ik hem hebben. Even kijken. Nou, dat is eigenlijk een totaal andere gitaar. Je ziet wel het... hier heb ik een caramelized, hoe ze dat ook nog zeggen, een caramel roasted maple neck. De kleur is gewoon, vind ik persoonlijk, te gek. Het is een soort pastel pink roze shell. Seymour Duncan ook. Hier heb ik een shred. Het is best wel een high gain element. Twee single coil, daar heb je meer een gedoe van een Stratocaster Fender. Geen Floyd, maar wel een vintage tremolo. Ja, eigenlijk een te gekke ding. Maar ben ik helemaal gek op. Op twee schroeven? Op twee, dat is inderdaad wel geen zes, maar twee ben ik ook gek. Zes zijn ze meestal wat stugger. Die zijn heel licht. Daar meteen. En met deze gitaar kun je nog wat meer clean geluid, vind ik. Zal ik het meteen laten horen. Door die inderdaad positie van single coil. Dat heb je echt een Fender. Te gek, hè, geluid. Maar in dezelfde tijd, door de positie dat je een humbucker in de pick-up van de bridge, dan krijg je ook natuurlijk een high gain. Ding. Ja, dus heel. Ik ga even wat andere dingen laten horen natuurlijk. Dat je hebt natuurlijk de tussenpositie. Is echt bluesy. Andere geluiden weer, totaal. Maar in dezelfde tijd, ja, sorry het maar. En 24 fretten, hè? 24 fretten. Die is gewoon tegenwoordig, het is bijna, ja, heel veel nieuwe modellen zijn ze met 24. Dat kun je gewoon, en inderdaad, je ziet de shape van de gitaar. Hier hebben ze een hele mooie voor je hand. Je kunt gewoon easy naar de 20ste. Die snaar kapot. Ja, dus dat kan gelukkig gebeuren. Hebben we meer gitaar. We hebben meer gitaar, dus dan gaan we dat wel even meteen doen. Kan gebeuren natuurlijk, niet op het goede moment, maar toch. Wat, even kijken, dan gaan we dat doen. Lees maar. Ja, dat mag. Dan gaan we dat wel doen. Nou, hier hebben wij natuurlijk de Van Halen gitaar. Els Body weer nog een keer, Maple Hells. Mijn gitaar is nu een half toon lager. Gestemd door Van Halen, speelde vaak op S. Floyd Rose, niet floating, tegen de body aan. 22 frets, snelhals. Heavy AVH pick-up. Output, niet normaal. Zullen we dat horen, zo meteen. Licht,
Snelhals heb ik al gezegd. Finition is gewoon top. En 5150 natuurlijk. En ik ga dat even laten horen. Dikke geluid wat. Je kunt. Alleen een nadoen. Het feit is dat hier heb je ook een detuner. Je kunt met hem in een D. En je kunt heel veel nummers van de heen wat hij meedoet. Dus je trekt je detuner en je bent meteen op een D. Even beter. Prachtig. Ja. Wil jij nog een track laten horen? Ja, dat kan. Maar ik ga even mijn eigen andere gitaar pakken, omdat het geeft van komt die straks. Oké, dan ga ik even de charm, de giveaway charm oppakken. Want ik heb eigenlijk een eentje nodig die in E, de tweede nummer, als het kan, de Flight heet dat. Dat is een nummer van mij, wat ik wat jaren terug geschreven heb. Als fusion nummer. Hopelijk vinden jullie dat leuk. Ik vind dat wel leuk natuurlijk. Dus dan gaan we even kijken wat we kunnen dan mee. I'm
Incroyable. Incroyable. Prachtig. Ja. Nou, heb je wel kunnen horen. Ja, ik wou het nog eens even over de versterkers hebben. Ja. Ja. Want we gaan ook een versterker weggeven. Ja. Versterkers. Zitten wij hier met de oude versie en de nieuwe versie van de AVH 5150, 15 watt, eigenlijk oude versie. Dat gaan we straks even laten horen. Wat ik, mijn mening is eigenlijk een beetje meer, je hebt genoeg gain met de nieuwe. Maar de eerste zal ik straks laten even horen, dat hij klinkt een beetje meer qua gain. Maar hier heb je meer dan genoeg. Nu? Ja? Sorry? Zal ik me even openpluggen? Ja. Mijn gain is nu maar op een beetje meer dan de helft, bijna drie kwart. Dan moet je even deze erop. Ja, komt goed. Zo, en dan mag je dan wel doen. Daar gaat hij aan. Nou, wat deze heeft, wat deze niet heeft, is eigenlijk de gain control. Van beide kanalen. Dus met deze kun je gewoon een hele clean geluid plus op één kanaal. En een hele distortion kanaal op de tweede. Nou, hier heb je de blue en de red one. Nou, als je je gain daarmee speelt. Ik zal het even. Volgens mij heb je de standby nog aan. Nee, die niet. Oh ja, natuurlijk. En die nog eventjes. Moeten pluggen, ja. Nou, wat volume. Nou, zit ik nu op de gain, zeg maar, een klein beetje meer dan de helft. En dan zit je. De volgende gaat, dan krijgen we meer gain op de red channel. Heel veel gain. Nou, vergelijk met die twee, deze op een klein beetje meer dan de helft, heb je ongeveer hetzelfde als deze met een beetje meer. Dat vind ik persoonlijk. Ga je terug op de blauw channel. Dan kun je meer crunch mee krijgen. Het feit is dat als je daarmee
gaat spelen met je gain. Nog steeds, als je dat van houdt. Maar met je volume kun je spelen op de... Beetje bluesy. Dus eigenlijk heb je ze allebei nodig. Ja, eigenlijk wel. Nou, het feit is dat, wat vind je belangrijk? Hier, bijvoorbeeld als ik speel met deze. Ik speel wel heel erg veel met mijn gitaarvolume. Dus ik, voor de klinkgeluid, als ik echt muziek dat een klinkgeluid nodig heeft, dan zou ik voor deze kiezen. Voor Van Halen speel ik gewoon op deze vakker. Omdat ik graag gewoon zeg het maar alleen maar met mijn volume meespeel op de gitaar. Dus ik heb persoonlijk heb ik niet zoveel zo'n clean geluid nodig. Dus ik speel gewoon alleen maar puur met mijn volume. Maar stel dat jij wel inderdaad meer verschil tussen echt clean geluid en distortion. Dan heb je meer aan deze, vind ik. Helemaal duidelijk. Deze heeft, ze hebben beide dezelfde buizen. Behalve dat hier hebben ze 5 ingedaan voorbuizen en 2 achter. Deze hebben ze maar 4 en 2 achter. Dezelfde, die zijn die volgens mij die 83, EL83 dacht ik. En nou, ze klinkt bijna hetzelfde, zou ik zeggen. Maar inderdaad, wat de klinkgeluid en niet. Dat is een beetje wat... Klinkt te gek, jongen. Ik ga die gain een beetje meer hoger doen. Te gek. Het is ook, achter kan ik nou zo niet meer niet laten zien, maar je hebt wel een switch voor 15 watt. Maar je kunt ook, als je thuis daar wil gebruiken, een 3 watt. Dat is eigenlijk, ik heb een schakelaar, maar je kunt meeschakelen. Ga ik het even... Je hoort er dan niet veel, maar wel als je thuis speelt. Je kunt gewoon ontzettend veel... Nou, ik heb op die... Weinig verschil, maar als je harder gaat spelen, dan voel je dat wel. Ik weet zeker dat de buren dat verschil horen. Nou, dat kan eigenlijk. En wat ook niet onbelangrijk is dat ik gebruik de versterkers. Ze lijken redelijk klein. En 15 watt zou je zeggen van het is eigenlijk weinig. Maar geloof me, ze kunnen gewoon heel veel power geven. Wij geloven je. Ja, nee, het is... Het is gewoon, ik speel af en toe met de band en gewoon oefenruimte en de podia. En dan stel het, daar heb ik meer dan genoeg. Het is gewoon voor kleine zaaltje repetitie, het is gewoon meer dan genoeg. Je kunt, en voor zo'n kleine versterker, wat verbaast mij, het is eigenlijk dat het, zo klein zijn ze vaak met de kleine versterkers, zo van die lunchbox versterkers. Zeggen ze vaak, ja, als je met de volume mee gaat spelen wat hoger, dan verlies je wat gain, verlies je wat geluid. Met deze heb ik eigenlijk helemaal niks van gevoeld. Het is gewoon echt, je verliest geen geluid, je verliest geen gain. Het is gewoon, het geluid blijft goed en sterk en powerful. Dus het is gewoon echt een topper. Ja, je kunt er bijna geen slecht geluid uit halen, hè? Nou, ik vind ervan niet. Nee. Maar ja... We kunnen misschien weer een nummer gaan spelen. Ja, dat lijkt me een leuk idee. Ja? Als Martijn wil is gooien voor mij de Jake to the Bone. Jake to the Bone. Jake to the Bone.
Leef je nog? Ja, ik leef nog. Met een paar foutje ertussen, maar toch. Ik doe ik mijn heb best. Ze niet gehoord. Ja, ik wel. Maar het ging ook zo snel. Nou, Jake to the Bone van Toto natuurlijk. Ja. Ik denk dat ik heb genoeg laten horen, tenminste dat denk ik, van deze gitaar. Ik denk dat we kunnen wat geluiden van de hele geluiden misschien proberen te laten horen. Dat lijkt me ontzettend leuk om te horen. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we dat doen. Ik hou deze versterker. Ik ga wat erbij. Ja, mag ik deze weer pakken? Nou, hier komt het groot geluid, dus. Dit is de boosdoener, maar dat vind ik gewoon geweldig. Zoveel gain, zoveel output. Je hoort het wel vergelijkt met andere Charvel dat deze gitaar meer. De tuner, het is heel belangrijk voor van de hele geluid. Nou, natuurlijk moet je een AVH hebben, 5150. En dan, ik heb wat pedaals, ik weet niet of we kunnen dat zien, maar ik heb natuurlijk de flange van de AVH en de hoe heet het nou weer deze? Dat is een phase, 80, 90, sorry. Die blijft niet goed, maar toch. Oké, ik ga even kijken. Dat snap ik, hij is los. Van de hele het geluid.
Dat doe je al een vezer. Oké, flange. Wat geweldig van de hele flanger is dat je hebt een speciaal knopje erop. Waar je kunt laten horen dat je het geluid van wat hij heeft altijd. Dat ga ik meteen laten horen. Dan heeft een hele, je hoeft niks aan te raken, daar heeft hij gewoon van in geluid. Dat is deze. En dan maak je je eigen geluid. Als je die knopje weer indrukt, daar heb je je eigen geluid. Als hij. Eigenlijk best wel hetzelfde. En verder, hij gebruikt wel vaak een chorus. Dat voor bepaalde nummers. Dus je hebt weer volume uit. Natuurlijk op deze manier die je. Was bij dit. Mijn best. Ongelooflijk. Nou. Jean-Louis, ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. We gaan er even uit, want de jury moet even gaan beraadslagen wie. Wie gaat de alles winnen? Winnaar gaat worden van deze prachtige Javel. Heb jij meegedaan aan de. Ik heb niet meegedaan. Ah, jammer. Gemiste kans. Dank u wel voor het kijken. Bedankt. Tot de volgende keer. We zijn natuurlijk wel nog even terug met de winnaars. Oké, dan gaan we nu de winnaar laten weten wie dat gewonnen heeft. Dus die prachtige gitaar gaat naar Bart Moten. Via YouTube heeft hij meegedaan. Dus Bart Moten, heb jij daar gewonnen? Bart, gefeliciteerd. Veel plezier en gefeliciteerd. Het is een topgitaar. Een hele snel hals. En de AVH nieuwe versie
gaat naar Ruben Veldkamp. En die heeft dat via Facebook gedaan. Nou, gefeliciteerd Ruben. En dan veel plezier ermee. Wat jullie moeten nog doen is alleen maar via Instagram even een bericht sturen naar Baks Muziek. En dan komt het allemaal goed. Jullie krijgen de spullen zo snel mogelijk naar jullie toegestuurd. Heel veel plezier en tot volgende keer hopelijk. Dank u wel. En rock and roll.